Red Bull Salzburg en Olympiakos zijn twee ploegen die een troosteloze indruk maken op deze editie van de ABN AMRO Future Cup. Allebei de ploegen eindigden als laatste in de groep. Olympiakos scoorde zelfs nog geen één keer. Maar hier komt het wel op voorsprong in de strijd om de zevende plek. Tsiri Gotis schiet de Grieken op voorsprong. In de tweede helft zien we wat van Red Bull Salzburg. Dit is een goede actie. Het afleggen is goed. Moet de bal worden voorgetrokken. Dat wordt gedaan en daar is de goal. Moussa Dembele, een jongere versie, zorgt voor de gelijkmaker na rust. Corner Salzburg, snel genomen. Daar staat helemaal vrij Randy Monti en hij maakt de tweede voor Salzburg. Hoe kan je zo vrij staan in de 16 meter? Monti schiet zijn ploeg op voorsprong. Dan komt er in de slotfase nog één kans. De goede actie van Filip Sturm. Maar zijn schot belandt op de paal. Red Bull Salzburg eindigt als zevende. Olympiakos wordt achtste.